Mode is niet erotiek. Mode is niet seksueel. Het gaat om de accessoires en dat de accessoires de focus krijgen. Nieuws. Jan Willem, je hebt ons uh, ja, gemild. Uh, want jij vindt dat Wokeness te ver doorslaat. Je hebt een modeshow met naakte mensen en ja, dat mag niet meer. Ik organiseer een modeshow en dat heet de ISIS Fashion Awards. En dat is een modeshow dat exclusief gericht is op accessoire designers. En uh, daar hebben we ook beelden van. Uh, die we helaas wel moeten blurren. Want ook YouTube vindt het uh, ja, te erotisch. Maar nou ja, kijk even mee. En omdat het over accessoires gaat en we daar de focus op willen leggen... is het dat de modellen geen kleding dragen. Alleen maar accessoires. Ja. Nou, jij organiseert dit uh, naakte... Vrouwen met accessoires die dan gaan rondlopen op een soort modeshow. Maar nu heeft de organisatie gezegd dat er moet een intimiteitscoach aan te passen komen om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Um, even correctie. Uh, naakte mannen en vrouwen, oh, sorry. ja inderdaad. Uh, een intimiteitscoach is voor seksuele en intieme handelingen en ik vind dat een modeshow waarbij modellen lopen, dat zijn geen seksuele handelingen en dat zijn ook geen intieme handelingen. Jan Willem Breuren, die, die organiseert dus een naakte modeshow met accessoires en alles, maar dat mag niet meer. Er moet een intimiteitscoach bij zijn voor, hè, voor de vrouwen en mannen die naakt worden. Nou, ik neem aan dat ze niet uh, op de Walk, uh, gaan liggen wippen. Nee. Uh, en dat het niet om een pornofilm gaat en dat het niet om een erotische setting gaat. Dus dan begrijp ik niet uh, wat een intimiteitscoach daar uh, zou moeten doen. Voor sommige mensen is het misschien toch een soort, ja, geeft het een soort seksuele uh, ervaring om er naar te kijken. Begrijp je dat? Kijk, ik zelf ik, uh, kom van Afrika. Ik ben in Afrika opgegroeid. En in Afrika zijn heel veel traditionele stammen. waar de vrouwen ook bloot rondlopen. En we zijn allemaal naakt geboren. Ja. En we hebben allemaal uh, het besef. tenminste, alle normaal uh, gezonde, weldenkende mensen. die weten dat kinderen. En erotiek dat je dat gescheiden moet houden. En ze vinden al genoeg op internet. En als ouders kun je er gewoon op ingaan als ze daar vragen over hebben. Maar naaktheid is niks mis mee. Er loopt ook geen intimiteitskoos op het naakstrand. Of op de naturistencamping. Uh, of in een parenclub waar het wel erotisch kan zijn. Hè. Maar naakt aan zich is helemaal niet erotisch. Mode is niet erotiek. Mode is niet seksueel. Het gaat om de accessoires en dat de accessoires de focus krijgen. Want accessoiredesigners zijn de underdogs van de mode-industrie. Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video? En wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal. Druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zie ik je graag de volgende keer.